Jongeren moeten resultaatgericht denken en handelen en vaardigheden kunnen ontwikkelen die de zelfredzaamheid bevorderen. Tegen deze achtergrond heeft First Lady Melissa Santokisinajeri samen met haar team voor de voorgenomen groep de Get Skilled Academy gelanceerd. Ongeveer 500 studenten zullen voor een jaar kosteloos cursussen online kunnen volgen voor het ontwikkelen van vaardigheden. Het project zag het levenslicht op woensdag 9 september 2020 bij de Mensa van de Student Housing Camping Village. Zeer geachte First Lady, mevrouw Melissa Santokisinajeri. Ik denk dat ik ook welkom moet heten mevrouw Rina Boudou van Get Skilled Academy Suriname. Ook welkom collega's van de universiteit, voorzitter, bestuur, directie van het IGSR. Voorts moet ik zeggen, beste collega's, studenten en overige genodigden, ook van mijn zijde goedemiddag en welkom op de Aardekus. Het lijkt mij gepast als voorzitter van het universiteitsbestuur, de echtgenote van de president, de First Lady dus, namens het bestuur van de universiteit te bedanken voor dit initiatief. Als ook, zoals ik net heb aangegeven, succes te wensen met de verdere uitwerking en uitvoering van dit initiatief, noem het een project. Het bestuur van de universiteit, en we hebben dinsdag vergaderd, is net als het bestuur van het IGSR zeer content en optimistisch over dit initiatief. Dat kan ik benadrukken. En laat me de twee redenen aangeven. Ten eerste omdat u allereerst aan de universiteit heeft gedacht. En ten tweede omdat het hier gaat om post-initieel onderwijs zoals het verwerkt is, uitgelegd is in die nota. Post-initieel onderwijs gericht op het bijbrengen van praktische vaardigheden. En bij die praktische vaardigheden wil ik even stilstaan, want enkele jaren terug heeft het MO in opdracht van het bestuur van de universiteit een pilot arbeidsmarktonderzoek gedaan. En uit dat onderzoek is gebleken dat onze afgestudeerden, en dan kijk ik naar meneer Power en mijn collega bestuurslid, uitgerekend onze afgestudeerden tekortkomen in die praktische vaardigheden. We zijn bij de accreditatie van de verschillende opleidingen, zijn we telkenmale weer met de realiteit geconfronteerd, namelijk dat ze de praktische competenties ontbreken. En nu proberen we met de accreditatie van die opleidingen dus die praktische vaardigheden bij te brengen in het regulier initieel onderwijs. ADEC bestuur, IGSR bestuur, directie, studenten, de pers, dames en heren, goedemiddag. Ik hoor enthousiasme. Ik ben ook enthousiast. Ik weet niet of dat te zien is. Ik ben blij hier vandaag te zijn. En ik heb ook op ADEC gezeten. De leukste jaren van je studietijd. Ik heb ook het geluk gehad dan om dat voor te zetten in Nederland. Het blijft altijd bijzonder. En dat ik hier vandaag weer kan zijn, ben ik zo blij voor mezelf en trots op mijn team, dat we dan iets terug kunnen geven. Na mijn afstuderen kom ik terug en ik kan iets bieden. Dat doet mij goed. Ik hoop dat dat ook goed ontvangen wordt. Het betreft, en als start, als pilot, om alvast met 500 studenten te starten om ze de gelegenheid te geven om hun vaardigheden te boosten. Als First Lady heb ik vanaf dag 1 gezegd dat ik voor ontwikkeling sta. En dat kan alleen als de overheid investeert in de kwaliteit van educatie. En ik ben daarbij bereid mijn steentje bij te dragen. Het is mijn initiatief en ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren. En ik ben blij dat ik binnen de korte tijd, want we zijn er niet lang, eind juli, de inauguratie geweest. Augustus, medio augustus heb ik de mensen hier kunnen krijgen. En vandaag staan we hier.
vind ik geweldig dat zij de ondersteuning hebben geboden. Bij ontwikkeling zijn er meerdere partijen betrokken. En jij blijft degene die de lat legt voor jezelf, waar je wil zijn. Dat blijf jij. Jij bent degene die dat bepaalt. Ieder mens, ieder individu. En ik weet uit ervaring, en dat is ook geantameerd hier, dat je dat niet altijd meekrijgt vanuit de schoolbanken, vanuit de studie. En dat het eigenlijk een eigen initiatief moet zijn. De perfecte combinatie is inderdaad dat van theorie en praktijk. En daar is waar wij naar uitkijken, ook tijdens de studie. En dan ga je andere dingen doen. Je gaat bijvoorbeeld studentassistent proberen te solliciteren op een andere manier of een bijbaan. Hoe dan ook. Maar met de COVID-maatregelen is dat nu even weggenomen. En we weten niet hoe lang dat zal duren. En je zit ook langer thuis. Nou, daar dacht ik een gelegenheid om die tijd thuis dan te kunnen inzetten voor iets. Investeren in jezelf. Ik doe dat vaker. En ieder die mij kent, daarvoor hadden we niet al die mogelijkheden. Maar dan zat ik op YouTube. Als ik iets niet begreep, iets over economie, macro-economie. En ik dacht van, oh, hoe zit het weer in elkaar? Dan, voor mij was dat YouTube. En is nog steeds af en toe, hoor, YouTube. Er zijn zoveel mensen die het op een andere manier vertellen. En dat vond ik juist fijn. Je kan het op een andere manier, verschillende invalshoeken krijg je dat mee. Ik zeg niet dat YouTube dat je daar je informatie moet halen. Ik wilde natuurlijk dat je dan een professioneel iets kan hebben. Een professioneel site. Waar je weet dat het gecertificeerd is, dat je dan kwaliteit krijgt. Je hoeft niet te gaan zoeken. Het zoekwerk wordt voor jou weggenomen, hoop ik, hiermee. En dat is mijn bedoeling. Zoals we merken, de wereld verandert in rap tempo. En Suriname is ook onderdeel daarvan. Vandaag mag ik dan de kick-off geven van dit prachtig project. Get Skilled Academy. Het is een start, 500 studenten, een pilot mag je dat noemen. En aan de hand van animo gaan we dan blijven uitbreiden. Want ik moet ook kunnen meten van waar ligt het. En ik ben blij dat het bestuur aangegeven heeft van we kunnen dat samen doen. Let wel, ik kon ook dat hebben gedaan. Maar voor mij vond ik, ik moet starten. En voor mij, en dat is mijn instelling als mens, ik start wel ergens en dan gaan we bijstellen. Ik ben niet de type, we gaan erover lang over discussiëren. Ik ben wel, we starten met iets, ik leg iets neer. En dan kunnen we kijken waar we het kunnen bijschaven, aanvullen. Let wel, dit is een start. En ik kijk uit naar de deskundigen, de aanvulling, want ik wil het vooral versurinamiseren. Daarvoor sta ik ook. Dus, na vandaag om te starten krijgen 500 studenten de gelegenheid om kosteloos hun focus, hun praktische vaardigheden bij te stellen. En de Get Skilled Academy past naadloos in de plannen van de regering om onderwijs te gaan vernieuwen, te gaan moderniseren en vooral tegen de achtergrond van de COVID-maatregelen, zoals ik eerder aangaf. Dat je dan je tijd kan besteden, dat je dan niet achterraakt. Want nu zou je bijvoorbeeld niet veel kunnen doen als studentassistent. Of een andere baan waar je die vaardigheden wel zou kunnen leren. Je bent meer thuis, maar dan ga je niet achterraken. Want dan kan je je tijd gewoon goed gebruiken. Connect My Talent werkt samen met Skillstown. De grootste online provider voor professional, opleider voor professionals. Deze twee bedrijven hebben als afgevaardigde mevrouw Rina Boeda. Ik zie haar niet. Kan ze zwaaien? Hi. Zij is de mevrouw. Ze heeft het niet makkelijk met me gehad. Want het was, hoe gaan we dit nu bouwen? Gaat het crashen? Wat? Moeten we het niet een heel onderzoekstraject vooraf laten gaan? Ik zei, Rina, je kent me beter. We starten. En je doet het binnen 2 weken. Ze heeft even nog tijd nodig gehad. 3 tot 4 weken. Maar we zijn er. Thank you. We zijn er. En dit is wat ik bedoel. Vooral neerzetten. Vooral
resultaten neerzetten. En dat kan omdat ik weet wat haar vaardigheden zijn. En daarom heb ik een beroep op je gedaan. In deze korte termijn dat je dit hebt kunnen leveren, mijn dank. En ook aan het team voor het filmpje, de instructiefilm. Want ik zei vooral, kijk, ik ben ook een type persoon. Ik ben zeer visueel ingesteld. Geef me instructiefilmpje. Ik wil zien hoe je dat doet. En dan hebben ze dat ook ondernomen. Ze proberen echt aan al mijn vragen te beantwoorden. Dank jullie wel. En ik hoop dat jullie dit echt wel wat aan hebben. Want dit ga ik dan, de feedback gaan we sowieso meenemen om het te verbeteren. Dus als ik het goed heb, kunnen we nu kijken naar een instructiefilmpje. Get Skilled Academy. Een initiatief van de First Lady van de Republiek Suriname, mevrouw Melissa Santokki Sinashiri. De First Lady wil met deze academie een steentje bijdragen aan het verder ontwikkelen van praktische vaardigheden. Praktische vaardigheden zijn vaardigheden zoals communiceren, klantgerichtheid, bedrijfscultuur, basisdigitale vaardigheden enzovoort. Praktische vaardigheden zijn onmisbaar in het dagelijks functioneren. Daarom zijn deze vaardigheden cruciaal in de ontwikkeling van ons land. Gezien het initiatief van de First Lady hebben Connect by Talent en Skillstown, twee Nederlandse bedrijven, hun online academie beschikbaar gesteld voor Suriname. Instructie voor de code. 1. De online academie kun je benaderen via een laptop, tablet of gewoon je smartphone. 2. Om je te registreren voor deze academie heb je een e-mailadres nodig. 3. Jouw werkgever of opleidingsinstituut heeft je aangemeld voor een vouchercode. Heb je geen vouchercode ontvangen? Neem dan contact met ons op door een bericht te versturen naar info@getskilledacademy.com. 4. Heeft jouw werkgever of opleidingsinstituut jou niet aangemeld? Maar ben je geïnteresseerd in het volgen van de online trainingen? Neem dan contact met ons op via info@getskilledacademy.com. 5. De vouchercode krijg je via e-mail doorgestuurd naar jouw e-mailadres. 6. Met een vouchercode heb je direct een jaar lang toegang tot alle 250 cursussen van de academie waarmee je je kennis kunt verbreden. Instructie voor toegang tot de academie. 1. Je hebt een vouchercode ontvangen op jouw e-mailadres. Deze code is persoonsgebonden. 2. Ga dan naar de website www.getskilledacademy.com. 3. Rechtsboven op de website staat inloggen. Klik daarop. Kies de optie registreren en plaats daar jouw naam, familienaam, e-mailadres en de vouchercode. 5. Als je de stappen goed doorlopen hebt, dan kun je nu lekker aan de slag gaan met de verschillende trainingen. Het zijn er genoeg. Maak er dus flink gebruik van. 6. Je hebt je eigen dashboard waarin je kunt zien hoeveel en welke trainingen je hebt gevolgd. 7. Bepaalde trainingen sluit je af met een toets. Heb je deze toets met een voldoende behaald, dan krijg je een erkend certificaat getekend door professor dr. ingenieur Casper Boon. 8. De certificaten zijn digitaal opgeslagen in je dashboard. Pak je kans en ontwikkel jezelf via Get Skilled Academy. Ik ben blij dat er een aantal studenten hier zijn die eigenlijk het start maken. En dan de overige studenten komen dan aan bod. Als het goed is, hebben jullie een enveloppe bij binnenkomst gehad met een vouchercode. Met jullie vouchercode kunnen jullie registreren en inloggen. En hierbij wil ik startsein geven aan de eerste cursussen binnen Get Skilled Academy. Succes en get skilled everyone! Oh,
mooi. En hoe lang duurt dit? Ik denk dat het er staat. Of het cursus is van hoeveel? Ik denk dat het gaat, hè? Staat het er? 60 minuten. Mooi. Yes. 60 minuten. Ik bedoel, tijdens lockdown. Kan ik het heel handig gebruiken, ja. Yes. Veel succes. Ja, dankjewel. Ik ben bijzonder blij met uw bezoek aan de universiteit. Mag ik mijn mond? Ja. Ja. Er wordt vaker gezegd, de jeugd is de toekomst van morgen. En nu is dat meer dan ooit waar. Met de recente ontwikkelingen wereldwijd, maar ook binnen onze grenzen, is de optimale inzet van de Surinaamse gemeenschap nodig om ons land te ontwikkelen en op die manier ons land tot grotere hoogte te tillen. In dit kader is uw bezoek en het bezoek van beleidsmakers van hoogste niveau van de regering een zeer heugdelijk feit. Het geeft aan dat u de potentie erkent die de studenten hebben die hier aanwezig zijn en die verbonden zijn met de universiteit. En dat die potentie bestaat om deze ontwikkelingen teweeg te brengen. Ik wil het in het bijzonder praten over mijn studierichting. Ik ben student pre-master Chemical Sciences and Engineering en aankomende masterstudent. Vooral nu met de recente ontwikkelingen zoals olie- en gasvondsten en de veelheid van onze biodiversiteit is meer kader met deze achtergrond nodig. En met deze vondsten in onze natuurlijke hulpbronnen zijn er mogelijkheden voor niet alleen bloeiende petrochemische industrie, maar ook voor een bloeiende chemische industrie. Door het aanwenden van gasvondsten voor het opwekken van energie kan ook de verwerkingssector worden uitgebreid. Er kunnen Surinaamse ondernemers en Surinaamse werkers uit grondstoffen van eigen bodems producten creëren voor lokaal gebruik, maar ook voor de export. Om deze mogelijkheden in het leven te roepen, is er een transformatie nodig. Er is meer kader nodig om van deze natuurlijke hulpbronnen deze mogelijkheden te kunnen scheppen. Op die vraag kan mijn studierichting antwoorden. Maar natuurlijk komt ontwikkeling niet alleen met chemici. Er is een nieuwe gigantische infrastructuur nodig om deze ontwikkelingen teweeg te brengen. Er is ook een transformatie nodig binnen het technisch, beroepsmatig en normaal onderwijs. Er is nog heel veel meer nodig. Op de vraag van geschikt en goed geschoold kader kan de universiteit antwoorden. Maar het tot ontwikkeling brengen van een natie gebeurt niet alleen met de aanwezigheid van geschikt kader. Er is een gezegde: it takes a village to raise a child, but to raise and develop a country, it takes a whole nation. Uw aanwezigheid hier geeft aan dat u bereid bent ondersteuning te bieden aan instituten die kader afleveren. En daarom vormt uw bezoek vandaag een heel heugdelijk feit voor niet alleen de universiteit, maar ook voor onze gemeenschap. Dank u wel, dank u wel. Ik vind het fantastisch dat dat zo gezien wordt, want daarvoor sta ik. Ik weet niet of dat duidelijk is, maar daarvoor sta ik. Mijn team kent mij, ze weten onder hoeveel druk ik ze zet. Maar dit is waarvoor ik sta. Think out of the box. Wij maken de difference. En wij kennen de mogelijkheden. En dat wat je zei van, het is niet alleen chemici, maar we kunnen zoveel meer uit onze planten. We importeren veel te veel. Ik weet dat dat keer op keer wordt gezegd. But we can do it. En ik vind het fantastisch. Ik zeker een pietere vrouw hier naar vormen. Blijf vooral zo doorgaan. En de reden waarom ik ook eigenlijk meer participeer, of nou men eens is met me of niet, maar ik propageer ontwikkeling. En laat je vooral niet beperken. Laat je vooral niet beperken. Think out of the box. Als er iets is dat je zelf wil starten thuis, dat zijn ook dingen waarmee ik wil komen. Ik ga kijken van studenten, die hebben soms ideeën. Ik weet dat als ik als student heel veel ideeën heb. Gehad, nog steeds. Maar de mogelijkheden niet geboden zijn. Dus ik wil ook daaraan wat gaan doen. En dan ondernemerschap. En men zegt van ja, ondernemerschap. Maar er zijn out of the box ideeën die een beetje extra push nodig hebben. En ik ken het nog van mezelf, Dus dat wil ik ook aan jullie bieden. En dan gaan we het samen doen. Dan ben ik gewoon naast jullie. Please, doe altijd een beroep op mij. Als je iets bedenkt, een groep, out of the box denken vooral. Thank you. Mooi. Van de Republiek Suriname, het bestuur van de Adekus, het bestuur van het IGSR en overige aanwezigen. Ook van mijn kant heet ik u van harte welkom.
Mijn naam is Pengel Siomara en samen met 10 andere medestudenten maak ik deel uit van de nieuwe opleiding Chemical Sciences van het Instituut van Graduate Studies en Research. Onze richtingscoördinator is Dr. Anders Victorina Pinas. Namens het bestuur en de studenten van het IGSR wil ik u van harte danken hiervoor. Ik wil u garanderen dat deze cursussen heel goed in aarde zullen vallen bij ons en heel goed toegepast zullen worden. Het zal natuurlijk ook bijdragen aan onze verdere ontwikkeling. En we zullen deze heel goed gebruiken. Ik ga gelijk inloggen. Ik ben reuze enthousiast en ik denk dat ik ook mag praten voor mijn medestudenten. Namens het bestuur en de studenten wil ik u dus een bloemstuk overhandigen als dank voor deze geste. Het is een goed project, een beginproject en voor studenten, voor eigenlijk mensen die een toetje hoger willen gaan, kaderopleiding. Het is goed voor het bestuur, goed voor, het, voor de regering ook, dat mensen op zo'n een training kunnen krijgen, zodat ze verder kunnen opgaan. Ze dus een algemene ontwikkeling kunnen uitbreiden op alle vlakken die in het pakket zit als voor de trainingen. Bent u op de site geweest? Jawel. Wat zijn uw bevindingen? Ik zie interessante projecten daar. Ik zie marketing en computer skills en communicatievaardigheden. Dus al deze zijn interessante projecten. Gaat dit u allemaal kunnen helpen? Jawel, zeer zeker. Want kijk bij de, vooral bij er is ook een project dat presenteren. Vele mensen kunnen eigenlijk niet presenteren. Ze zijn misschien een zenuwachtig voor een groot publiek. En ik ben ook een van ze misschien. Via zo'n project kan je misschien gaan leren hoe je beter kan presenteren. Het is binnen een samenleving. Wat zegt u aan de First Lady over dit project? Goed initiatief. En dank u wel, First Lady, alvast. En we zullen het beste van maken en hopen dat dat het groep nog groter wordt. Ja, ik ben al op de website geweest. Wat zijn uw bevindingen? Het is sowieso interessant. In eerste optie is het, moet ik zeggen, aantrekkelijk, studentvriendelijk. En het moedigt aan om dus verder te gaan uitkijken, uitzoeken wat het nog meer te bieden heeft. Wat heeft u allemaal gezien waarin u geïnteresseerd bent? Nou, ik moet zeggen, toen ik die mail kreeg via de opleiding, zijn er dus sowieso zijn trainingen of sessies over HRM. Je hebt management trainingen, je hebt financial trainingen. En het zijn sowieso dingen die als ondernemer, als je zou willen ondernemen, maar ook je persoonlijk leven, dat je dat soort skills zou moeten hebben. Dus zijn dingen die man sowieso op direct hebben kunnen helpen, maar direct hebben aangesproken, om zo te zeggen. Is dit een lang verwacht moment voor studenten? Ja, ik denk wel. Kijk, als student krijg je op de opleiding dat wat je studeert, maar aanvullende informatie is altijd beter. En ik zei al, als je wilt gaan ondernemen of iets voor jezelf wil gaan doen, krijg je die informatie niet op de opleiding, maar je kan het elders vinden. En de meeste van de trainingen of cursussen, als je kijkt naar de budgetten, zijn ze meestal heel hoog. En als je de gelegenheid krijgt om het te volgen, dan zou ik zeggen, ja, ga ervoor. Mevrouw Rina, u bent een van de motoren achter dit project van de First Lady, waaraan uw bedrijf ook meedoet. Ze heeft aangegeven dat u medio augustus bent gestart. Hoe is het project verlopen van medio augustus naar vandaag 9 september? Nou, als u dat in één woord wil weten, het was een uitdaging.
Het was een uitdaging om op haar verzoek om dit zo snel voor elkaar te krijgen, want het is een groot project. U moet u zich voorstellen, we kunnen niet zaken één op één ergens kopiëren, maar wij moeten wel zorgen dat het systeem wat wij opzetten, dat het ook past in de Surinaamse samenleving. En kijk, we werken natuurlijk naar een moderne samenleving, online opleidingen, distance learning. En in het kader daarvan zag ik ook, kijk, een motivatie geeft je natuurlijk ook veel meer kracht om door te werken. En de motivatie dat Suriname hiermee ook een kans krijgt om via de First Lady om zich te gaan ontwikkelen op basis van hun praktische vaardigheden, dat heeft gemaakt dat ik in staat ben geweest om dit te doen. En uiteraard, ik moet zeggen, ik heb in Nederland heb ik ook nog een partner met wie ik samenwerk. En ik heb ook, we werken ook samen met Skillstone. En die mensen hebben ontzettend hard gewerkt om dit ook voor elkaar te krijgen. Het zijn nu 500 vouchers. Als er meer studenten interesse hebben hierin, mag de First Lady u lief aankijken? Nou, lief aankijken. We gaan sowieso alle mogelijkheden bekijken hoe we het eigenlijk zover kunnen krijgen. Sorry, dit mondkapje natuurlijk. We gaan ook even kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen dat dit mogelijk gemaakt wordt. En we gaan ons best doen en we gaan ons hard daarvoor maken. Zijn er nog meer projecten waaraan u samen gaat werken met de First Lady van Suriname? Nou, zoals het er nu naar uitziet, ik ben begonnen met de Get Skilled Academy. Dat was al een groot project. Dat is een groot project op zich. Dus ja, ik denk dat ik handenvol hieraan heb hoor. Ik denk dat ik echt wel handenvol hieraan heb. Wat zegt u aan de studenten die gebruik gaan maken hiervan? Nou, aan de studenten wil ik zeggen, doe je voordeel hiermee. En praktische vaardigheden, dat zijn echt vaardigheden die de gap tussen opleiding en werk, die dat opvult eigenlijk. Dus ik zou zeggen, pak het met twee handen aan en doe je voordeel hiermee. Er zijn 250 cursussen en je mag ongelimiteerd die cursussen volgen of je mag ze bezoeken.